Ook deze maand hebben we een enquête gehouden onder beleggingsexperts. Vorige maand dachten ze dat de beurs zou gaan stijgen en dat hebben ze zeker goed gezien. De AEX ging met maar liefst 8,2% omhoog. Dus dat was een flinke score. Als we gaan kijken wat ze voor februari verwachten, dan zien we dat men juist heel erg somber is. Dus dat optimisme is helemaal gedraaid in pessimisme. Maar liefst 49% verwacht een daling van de AEX en slechts 24% denkt dat de beurs naar beneden gaat. De reden dat ze dat denken is onder andere dat het wat slechter gaat met de economie, dat de centrale banken toch wat meer op de rem moeten gaan staan en dat de winstcijfers zullen gaan tegenvallen, in ieder geval de vooruitzichten voor het komend jaar. Als je voor de komende 6 maanden gaat kijken, dan zijn de voor- en tegenstanders van een stijgende dalende lijn een beetje in lijn met elkaar. Dus dat is een, zeg maar, een neutrale uitkomst. Als we gaan kijken welke aandelen ze vorige maand hadden gekozen, dan hadden ze ASML ver op nummer 1 gezet. En dat aandeel ging dan maar ook liefst 20% omhoog. ING stond op nummer 2 en dat aandeel ging met 16% omhoog. Helaas waren er nog wat andere keuzes, zoals Unibail-Rodamco bij de toppers, die het geheel zo rond de neutraal maakte. Een licht minnetje. Maar die toppers hadden ze zeker wel goed gezien. Nou, als we voor de komende maand gaan kijken, dan zien we dat Ahold bovenaan staat, gevolgd door Unilever, Shell, DSM en NN. En Prosus is een aandeel wat u echt maar beter niet kunt hebben, al dus de experts dan tenminste. En dan Besi, Signify, Unibail, Rodamco en Reed Elsevier, of Relix tegenwoordig geheten. Nou, concluderend is het erg duidelijk dat februari een slechte maand gaat worden, als de experts weer gelijk gaan krijgen. En dan hebben er maar liefst 72 aan meegedaan. Dus we gaan kijken of februari inderdaad zo'n slechte maand gaat worden.